maar door te luisteren. Dolfijnen sturen kleine kliekgeluidjes uit. Als die geluidjes weerkaatsen tegen bijvoorbeeld een vis, dan vangen ze die geluiden weer op met hun onderkaak. Laten we de sonar eens demonstreren met een speciale blinddoek voor dolfijnen. Dolfijnen gebruiken hun borstvinnen om ermee te sturen, net als het stuur van onze vis. De rugvin zorgt ervoor dat ze stabiel door het water kunnen zwemmen. De sterke staartvin gebruiken ze als motor om hoog te springen en snel te kunnen zwemmen. Zo behalen ze snelheden tot wel 40 km per uur. Kijk maar hoe snel dat is. Ook in de natuur maken de dolfijnen mooie sprongen. Zullen we eens kijken of we ze zien?
Tuimelaardolfijnen hebben ook vijanden, zoals de orka en de haai. Maar de grootste vijand is jammer genoeg de mens. Vervuiling is gevaarlijk voor vele dieren. De biodiversiteit vermindert, dat betekent dat de diersoorten verliezen. Voor deze dieren is het al te laat. Door de vervuiling veranderen onze oceanen in een plastic soep. Dieren die in het water leven kunnen het plastic opeten of raken erin verstrikt. En dat is gevaarlijk. Dit kunnen wij samen veranderen. Help jij ook mee?
Niet maar.